dag voor de techcheck. We zijn nu even aan het ontbijten. Eerst nog een slokje koffie. Dan kunnen we er helemaal tegenaan. Nou, het is nu 10:30 en we zijn aangekomen in de messen. Ja, en hierachter zie je het parcours wat Ruben vanaf morgen zal gaan lopen. We laten jullie het wel even zien. Gedurende de hele Cyber Experience hebben we ook onze eigen stand. En die gaan we nu even opbouwen. Hier achter ons is het teamroom en hier kunnen wij de hele week tussen de races door onheil plegen aan het exoskelet, mocht dit nodig zijn. We zijn nu bezig met de laatste voorbereidingen voor onze techcheck die we zo direct hebben. Laten we even gaan kijken. De techcheck gehad. Helaas zijn we er nog net niet helemaal doorheen gekomen. De plaatsing van de kruk moet anders en daar zullen we nu aan werken en kunnen we straks opnieuw gecheckt worden. Nou, we hebben goed nieuws. We zijn inmiddels door de techcheck heen gekomen en we hebben vandaag ook de kans gehad om alle obstakels even te kunnen trainen. Ja, en dat ging eigenlijk ontzettend goed, dus dat belooft veel goeds voor morgen. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en we zien jullie graag dan bij onze eerste race dag.